Mattie en Wietse. Van ruilen komt huilen. Dankjewel. Nou, daar gaan we. Lief, hè? Ja, we staan op de geitenboerderij in Amsterdam. We zouden eigenlijk gaan varen. En nou kan je ook wel varen door de straten van Amsterdam. Als het nog even zo doorgaat. Want het regent echt pijpenstelen de hele week al. Dus dat hebben we gecanceld. En we zijn naar de geitenboerderij gegaan. Omdat Lieke en Wietse vaak naar de geitenboerderij gaan als uitje. En Wietse staat niet echt bekend als een dierenvriend. Maar dat heeft hij ook nog nooit verteld. Dat hij dit wel eens doet. Gewoon geitjes voeren. Lief. Wil je ook even? Ja, ik wil ook even. Nee? Ah, hey. Hey. Dat wil niet meer. Weet je wat nou zielig is? Hij had ook nog een broertje, maar die ligt daar. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one. You have been the one for me. Maar doe je dit dan vaker met Wietse, Lieke? Ja, ik heb het een keer bedacht en hij vond het dus ook heel leuk. Maar ik dacht dat het helemaal niet zo'n dierenvriend was. Ja. Nee, ik had het niet zo 1, 2, 3 achter Wietse gezocht. Hij is zeg maar tegenovergestelde van een dierenliefhebber eigenlijk. En dit heeft hij nog nooit verteld. Dat hij het wel leuk vindt om melk te geven aan de geitjes. Kijk nou! Het is alleen maar omdat ik dit wil. Dikke vrienden. Ja, jij komt hier vaker natuurlijk. Er is niks om je voor te schamen, Wiets. Geitjesmelk is hartstikke lief. Zou Kirsten dit ook leuk vinden? Ja, maar ze wil ook graag meer konijnen. Ze wilde kippen. Stel dat ik het leuk zou vinden, zou ik het niet eens zeggen. Nee? Nee, want we zijn al bijna een dierentuin thuis. Jij wilt toch ook een huisdier, Lieke? Ik zou wel een hond willen, ja. Mag niet van Wietse. En waarom wil hij het niet dan? Ja, omdat hij gewoon niet gelooft dat ik daar echt voor ga zorgen, zeg maar. En dat hij dat dan moet gaan doen. Oh, oké. Okay. En hij vindt op zich wel een leuk idee, maar ja. Dan misschien ja, voor later. Oh, oh, kijk, kijk. Oh. Nog even, kan ik het circus in met die beesten? Zou het ook zo zijn als je een babytje voert? Hetzelfde gevoel bedoel je? Wie? Ze vraagt zich wat af. ja, vanavond heeft Lieke Girls Night. En dat betekent dat er wijn gedronken wordt. En in de briefing stond dat ik uit beleefdheid een wijntje mee moet drinken. En daarna mag ik bepalen of ik naar bed ga of dat ik er nog een neem. Proost. Cheers. Ja, proost. Heel leuk. En wat vinden jullie van Wietse? Oh. Lekker gek volgens mij. Het is echt een druk te maken. Ik denk dat Lieke hem wel kalm kan houden. En vinden jullie nog dat er dingen raar aan hem zijn? Of heeft hij nog rare trekjes? Rare trekjes, ja. Ik kom hier dingen te weten over Wietse. Niet normaal. Eentje is een oud huisgenootje van Lieke. En het is dan wel grappig om te zien dat Wietse ook is goedgekeurd, zeg maar, ergens in het verleden. En wat doet Wietse dan normaal als hij er zo bij zit? Zit hij net als ik of wat, doet hij nog iets? Of? Hij is wel van lekker de wijntjes volhouden, lekker een muziekje aanzetten. Moet ik een muziekje aanzetten dan? Ja, hij gaat, ja, altijd, hij gaat eigenlijk zo'n plaatjes draaien. Ja. Gaat hij plaatjes draaien? Nee. Is dit een beetje het sfeertje? Nou, hij zou meer, zeg maar, wat jij net zei, heel overdreven. Ja. Van, kom op, handjes in de lucht. Echt? Ja, nee. Ja, eigenlijk een beetje alsof je in een feestcafé staat. Hij draait de muziek, maar heel actief. Hij zet niet een plaatje op en gaat daarna weer zitten. Maar hij neemt zijn taak echt serieus. Is dit wat, een beetje wat hij opzet dan? Dit is Frans Duits. Ja. Oké. Okay. Handjes in de lucht! Waarom zou je dit doen? Ik heb I Will Survive nu. Ja? Maar die staat hier als een megaster showtjes weg te geven, zeg maar. Terwijl jullie Girls Night hebben. Oh, Grease! Ja! Ja! Inclusief dansje. Ik denk dat ik naar bed moet. Mattie en Wietse. Van ruilen komt huilen. Volg ze de hele week bij Q Music. Tof dat je ons volgt tijdens deze bijzondere week. Wil je altijd op de hoogte worden gehouden van de laatste video's van Q Music? Dan kan dat gratis. Je kan je abonneren. Krijg je alles automatisch te zien.
Klik hieronder op abonneren, dan gaat het allemaal vanzelf. Of klik hier voor de andere video's van ons. Altijd het laatste woord. Heb je dat wel eens gehoord? Heb ik nog fans ook? Ja, ja, de fans van Ria Valk. Nou, het is nou met deze is dat gelijk over, hè? Ja, mag niet, hè? Mag niet meer.